In deze video behandelen we vraag 7 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. We zien een schematische tekening van een droogrek, met daarin al dat hoek BAC 44 graden is. Verder is gegeven dat hoek A1 gelijk is aan 124 graden. Ook is gegeven dat hoek A2 gelijk is aan hoek A4. Gevraagd is, hoeveel graden is hoek A2? De hele hoek A is natuurlijk een volle hoek van 360 graden. Twee van de vier stukken weten we al, dus die halen we er vanaf. Dan houden we nog 192 graden over voor de hoeken A2 en A4. Omdat we weten dat de hoeken A2 en A4 even groot zijn, deze informatie hebben we aan het begin van de opdracht al gekregen, kunnen we nu die 192 delen door 2. Dan weten we dat de hoek A2 dus 96 graden is. Deze vraag is 2 punten waard. 1 punt voor het uitrekenen hoeveel graden er nog over zijn voor de hoeken A2 en A4. En 1 punt voor het delen door 2, zodat je het juiste antwoord krijgt. Op het YouTube-kanaal van Wiswereld vind je niet alleen het complete, uitgewerkte examen van 2021, maar ook veel algemene wiskunde uitleg. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.